Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. Het is het einde van het jaar, de feestdagen zijn hier. 31 december komt eraan en we gaan straks januari 2020 in. En waar ik het heel kort over wil hebben, is, zoals je in de titel al kan lezen, hoe bereik je nou je financiële identiteit, je financiële waarheid? Dit is echt een video naar mijn hart. Ik heb eigenlijk iedereen op het oog met het maken van deze video. Tenzij je multimiljonair bent, maar alsnog. Maar met name de mensen die het minder breed hebben. Elke maand weer of elke week weer. Ik ben geen expert op het gebied van geld. Maar ik heb over de afgelopen 10 jaar toch echt wel mijn pak slagen gehad. En heb een punt bereikt dat geld doet wat het moet doen voor mij in mijn leven. En het respect is daar. De financiële identiteit waar ik over wil hebben is, en nu komt het woord, financiële eerlijkheid naar jezelf toe en binnen het gezin. We weten allemaal dat de decembermaanden een hele dure maand is. Het is ook gewoon zo. Je wordt meegesleurd in de festiviteiten. Er gebeurt ook veel. De kinderen hebben vrij. Er wordt meer uitgegeven. Er wordt meer gegeten, er wordt meer gevierd. Maar ik wil het heel even klein maken. Wij zijn verantwoordelijk, jij bent verantwoordelijk voor je eigen succes. In hoeverre laat je je meesleuren in een systeem, wat als je niet uitkijkt, je breekt. Wat ik niet wil, is dat we in december hebben gefeest en in januari zijn we skeer, het geld is op, we kunnen nu rondkomen. Hoe geweldig is het als we nou een beslissing maken en die beslissing kan je vandaag nemen, kerst komt eraan, maar je beslissing kan je nu al nemen, om januari niet skeer te zijn zonder geld te zitten. Budgeteer. Dat is eigenlijk al het meest magische ding wat ik kan zeggen. Budgeteer je geld. Weet wat er inkomt. Weet wat je financiële verplichtingen zijn. Je kan niet zomaar geld blijven uitgeven alsof het water is. Nee, want je komt geheid tekort. Hoe vaak komt het niet voor dat de energierekening niet wordt betaald? Of het internet. Of heel vaak de ziekenfondsrekening wordt niet betaald. Kijk, dat soort instanties zijn niet snel om te incasseren. Het zijn vaak vrij grotere bedragen, je hebt over de 100 euro wat je uitgeeft. Maar je verzekering, kom op. Dat moet toch betaald zijn? We gaan geld ergens zoeken, terwijl het er eigenlijk niet is. Je prioriteiten stellen en je geld budgetteren is extreem belangrijk om goed door de decembermaand heen te komen en om januari niet skeer te zijn. Dan heb je de grootste verantwoordelijkheid naar jezelf. Maar je kan ook kinderen hebben. Heb je kinderen? Meisje, jongen, 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 meisje, meisje. Je hebt een verantwoordelijkheid naar je kinderen. Want jij bent degene die beheert over het geld. Jij bent degene die kan bepalen of rond de 15e van januari er geld is om drinken te kopen om naar school mee te nemen. Of een stuk fruit in die trommel te gooien. Of als de kinderen even een patatje willen eten, woensdagmiddag, dat het kan. Jij bent degene die daar verantwoordelijk voor is. Start het jaar 2020 op een goede voet. Wilt zeggen, het is vandaag de 20ste van december. De handrem erop met je uitgaves. Pak pen en papier en ga berekenen hoeveel je jezelf kan veroorloven in de maand december. En zorg ervoor dat je januari gebudgeteerd elke week je geld hebt. Wat is het weekbudget wat je normaal gesproken uitgeeft? Dat moet je minimaal beschikbaar hebben ook in januari. Als je daaronder zit, doe je jezelf en je gezin tekort. Het wil zeggen dat je te uitbundig het jaar hebt afgesloten. Hoe mooi is het als je in je financiële identiteit en je financiële waarheid zit?
eerlijk naar jezelf, eerlijk naar je geld, eerlijk naar je budget. Om jezelf en je kinderen te geven wat je hebt, in plaats ze te geven wat je niet hebt. Hoe mooi is het om je kinderen te leren, te waarderen, dat je ze wijze lessen leert. Wat generaties op generaties zij ook het voort kunnen zetten. Maar als je liegt, als je niet eerlijk bent, doe je jezelf en je kinderen tekort. Elk jaar weer. Voor mij is het langer dan 5 jaar geleden dat ik skeer was in januari. Omdat ik al lange tijd geleden heb besloten, wacht even. Ik wil uitbundig leven in december. Maar wanneer januari er is, is iedereen skeer. Wel, vandaar nog sprak ik met een vriendin. Ja, wat doe je deze feestdagen? Ik heb er precies gezegd, ik doe helemaal niets. Omdat ik weet dat I'm not setting myself up for failure. Ik ga niet 1001 afspraken aan, waarvan ik weet, het gaat me in de verleiding brengen om te veel geld uit te geven. Maar het allerbelangrijkste, ik wil in controle zijn wat ik met de feestdagen doe. Dus ik heb netjes gezegd, ik weet wat ik ga doen, ik zie het wel. Ik ben in controle. Ik hou het klein. In plaats dat iedereen losbandig geld aan het uitgeven is wat men niet heeft, moet je het klein houden. Ik ga je een goed voorbeeld geven. Heel vaak zien we aan het einde van het jaar cadeautjes, surprises en noem het maar op, voorbij komen. Doe jezelf en je gezin het volgende misschien cadeau. Hoe zit het met je inboedelverzekering? Is je huis en inboedel verzekerd? Als er nu brand zou zijn in je woning, zijn je goederen verzekerd? Zijn die kleren of die spelcomputers van je kinderen verzekerd? Is je televisie verzekerd tegen brand of waterschade of tegen diefstal? In plaats van einde van het jaar die PlayStation te kopen voor je zoon of voor je dochter van 3-4 barkie, doe je gezin een inboedelverzekering cadeau van €12 per maand. Op jaarbasis €144. Hoeveel kost een PlayStation? Ik weet het niet. Laten we uitgaan van 4 barkie. Dat is volgens mij het goedkoper. €144 4 barkie. Dan zitten we op de... Is het niet de 264 euro? Ik weet het niet. Laat me heel even mijn rekenmachientje erbij pakken. Want ik ben niet geweldig in hoofdrekenen. 400 min €144. We zitten op €256. Wat je nog te besteden hebt. In plaats van je inboedelverzekering. Je kinderen maken wel eens wat kapot. Bij mensen thuis. Een aansprakelijkheidsverzekering van €6 per maand is niet gek. Om je het gehele jaar jezelf te dekken tegen aansprakelijkheid. Je neemt letterlijk kopie een verzekering in. 6 keer 12. Mijn telefoon gaat even. 6 keer 12, €72. Die 256 min €72, zitten we op €184 hebben we nog. Om een groot betekenis te betekenen voor jou en je gezin in het jaar 2020. We hebben het nu over aansprakelijkheidsverzekering. En we hebben het over een inboedelverzekering. Van die €184, laat me je zeggen, koop een brandblusser en zet die brandblusser voor €25 in je huis. Oké? Progressie is vooruitdenken, nadenken. Sterker nog, heb je auto, koop diezelfde brandblusser en gooi het in je auto. Hoeveel auto's branden elk jaar niet af? Oké? Ik heb €134 als budget nog. In plaats dat ik die peperdure spelcomputer koop, die inderdaad wel jaren meegaat, heb je iets heel bijzonders gedaan. Je verzekert de toekomst van jou en je gezin. Door bepaalde verzekeringen af te sluiten en bepaalde risico's weg te nemen. Maar hoe bankroet ga je wel niet zijn wanneer daadwerkelijk je huis in vlammen opgaat. Wanneer je letterlijk alles kwijt bent. Sluit je verzekering af. Wees eerlijk naar jezelf. Wees eerlijk naar je gezin.
Je hoeft niet skeer te zijn in januari als je vandaag nu al de juiste beslissingen neemt. Financiële eerlijkheid, financiële identiteit wil zeggen dat je nee zegt tegen jezelf. Nee zegt tegen je kinderen. Met de context als uitleg. Dit is waarde die je creëert. Wat je meeneemt, wat je je kinderen leert. Ze gaan hun eigen kinderen dit ook leren. Ik ben ook zo opgevoed. Ik heb ook veel nee gehoord. Die nee is wel blijven hangen. Maar heel vaak hebben die volwassenen om me heen, die mij verzorgd hebben, verzuimd te vertellen waarom het nee is. Nu achteraf snap ik het. Die nee snapte ik. Maar waarom? Dus die kennisoverdraag, dat hebben ze achterwege gelaten. Maar neem je kinderen mee in diezelfde berekening die ik net heb gedaan. Dit is wat de inboedelverzekering voor ons gezin kan betekenen wanneer er brand uitbreekt of er wordt ingebroken. Minimaal krijg je 70% of meer van je inboedel terug, de dagwaarde daarvan. Wat de aansprakelijkheidsverzekering betekent. Het is toch fijn als je wat rustiger op iemands bank kan zitten wanneer je op visite bent met je kinderen. Dat wanneer iets kapot gaat, de verzekering denkt dat je bent verzekerd. Verzekerd. Dat geld wat nog over is, zou ik als cadeau geven aan mijn kinderen. Helaas, het is niet die PlayStation geworden. Maar jullie hebben alle twee 70 euro of wat het ook moet zijn, een tientje of 5 euro, daar gaat het niet om. Kind, wat zou het slimste zijn wat je met dit geld zou kunnen doen? En geloof me, je kinderen weten heus dat het slimste niet is om naar Yamin te gaan, om daar snoep te kopen. Vraag het ze, je zal versteld zijn wat ze je vertellen. Ik denk dat het goed is om te sparen. Wacht even, ik heb geen spaarpot. Misschien kunnen we die 2 euro spaarpot blik kopen op de markt. Kost maar een 2 euro, het hoeft niet mooi te zijn. Maar hoe kunnen we dit geld gaan sparen? We kunnen het sparen voor eind volgend jaar. Of we kunnen het sparen om iets leuks te kunnen doen. Of iets extra voor jezelf te kunnen doen wanneer je op vakantie gaat deze zomer. Wanneer ben je voor het laatst op zomervakantie geweest? Ik praat vanuit liefde, ik praat vanuit mijn hart wanneer ik over dit soort dingen spreek. Het zijn dingen die ik zelf heb ondervonden, zelf analyseer, zelf heel erg gefocust in ben om mezelf te poweren. Ik ben al bezig met 2020 en mijn financiële plaatje voor 2020. En dat wil ik ook dat jullie doen. Vandaag was ik in de supermarkt, zat te kijken naar die prijzen. Hoe je wordt opgelicht, waar je denkt je koopt huismerk. Oplichting eerste klas. Je moet slim zijn, je moet dingen berekenen. Om een goed beeld te krijgen waar je geld naartoe gaat. Wees financieel rijp en word steeds rijper. Geld moet iets voor jou doen en niet andersom. Blijf niet in slavernij van vorstinkennis. Word wijs. Ga vooruit. Maak goede beslissingen. Dat is wat ik iedereen wens voor 2020. Om een rustig eindejaarswisseling te hebben. Met respect naar je portemonnee en naar je gezin. En het jaar goed te starten door een goed gebudgeteerde maand alvast te hebben in januari. Susie Orman is een financieel expert uit Amerika die ik volg. En deze vrouw is echt een pittige tante hoor. En die geeft haar fijn advies op dit gebied. Met name, kan je het veroorloven? Maar soms denken we dat we ons iets kunnen veroorloven, maar in werkelijkheid kunnen we dat niet. Kijk naar dit soort mensen, dit soort financiële coaches op het internet. Om jezelf steeds meer te voeden met kennis. Want kennis gaat je uiteindelijk brengen waar je moet zijn. Financiële onafhankelijkheid, financiële eerlijkheid. Begint bij jezelf, je partner en je kinderen. Betrek iedereen in het gezin erbij. Als laatste, maar een goed georganiseerd gezin heeft een whiteboard. In de keuken, in de woonkamer, het interesseert me niet. Action dat ding, het kost geen moer. Hang een whiteboard op een centrale plek in je woning. En betrek je gezin met dat wat jullie op die whiteboard willen uitwerken. Zet je doelen daar. Werk naar je doelen toe. Ga dingen afvinken. Organiseer je gezin steeds beter door dingen visueel te maken. Want soms hebben kinderen heel veel moeite om constant te begrijpen op welke flow zitten we nu.
Ga het visueel maken, maak het makkelijk voor ze. Stel doelen als gezin, weekbasis, op maandbasis. En laat ze visueel zien waar je als gezin mee bezig bent. En ook zo kan je je weekbudget als gezin visualiseren in wat eruit is gegaan en wat er binnen is gekomen. Dus even in het kort waar ik het met jullie over wil hebben, over je financiële waarheid, je financiële identiteit. Hoe ben je niet skeer in 2020? En hoe jouw 2020 op een voortreffelijke manier van start kan gaan. Do not put yourself up for failure. Vind je dit een krachtige boodschap? Dan wil ik je vragen om te abonneren op mijn kanaal. Ik maak meer van dit soort thema's. En gaandeweg het einde van het jaar zal ik meer produceren ook. Ik wil je vragen om een opmerking te schrijven als je een idee hebt of je hebt een mening over wat ik heb gezegd. Ben je het er niet mee eens of wel mee eens? Laat even een comment achter. En uiteraard ben je vrij om deze video te liken of te disliken. Bedankt voor het kijken. En ik wens jullie een mooi, succesvol financieel begin 2020. Find a Creator is signing off.